recording aan Nee, de share. ik Ben ik ben ook hier. in. Ja, ik ben hier aan het zien. We mogen van Tim altijd vrij spreken totdat hij begint op te nemen en dan moeten we zwijgen. Ja, maar die is al aan het opnemen. Oei. Yes. Oké, goedenavond iedereen. We gaan er vandaag weer een lap op geven. Hè. Het is zondag, dus tijd voor een community call. Vandaag is de grote. Wat gaan we vandaag overlopen? De belangrijkste topics van de laatste 2 weken. Dus de crypto-nieuwsartikelen die het meeste impact kunnen hebben op de cryptomarkt, gaan we even van kort erbij bekijken. Dan gaat Stijn zijn technische analyse op Bitcoin tonen. Gaat hem zich weer kunnen uitleven, denk ik. Bart gaat daar zijn aanvullingen over geven. Dan ga ik mijn on-chain data bekijken, wat de correlatie is ten opzichte van de TA van deze heren. En als laatste gaan we de TT4U portfolio update geven, die ook uiteengezet zal worden door Bart Smets van IT2Profit. En als laatste, of als afsluiter zal ik maar zeggen, kunnen jullie zelf nog enkele altcoins naar ons toe gooien die wij zowel on-chain als op TA-gebied zullen beoordelen. Een algemeen overzicht van de cryptomarkt op dit moment. Bitcoin is de laatste 7 dagen met zo'n 6% gestegen en zit nu rond de $13.803 ja, te traden, zal ik maar zeggen. De Bitcoin-dominantie is sterk gestegen, 63,6%. Vorige week was dat nog 59%, als ik me niet vergis. Dus zit wel in een opwaartse trend. Daar heeft Stijn ook nog wel het een en ander over te vertellen, denk ik. Zo dadelijk. Dan de market cap, hè, dus de algemene marktkapitalisatie van de gehele cryptomarkt, zit op dit moment rond de 400 miljard. Is ten opzichte van vorige week zo'n 2% gestegen. Dus ook nog een opwaartse trend, wat ook zeer goed is. De grootste stijgers van deze week: Nexo met 20%, Filecoin met 20%, die was vorige week 40% gedaald. Dus die heeft wel een beetje goed gemaakt, maar nog niet alles. Kusama 13% gestegen. Cybervine, een nieuwe. Of dat iets is, dat weet ik niet. Maar die is met 10% gestegen, staat op plaats 75. Dan Yearn Finance met 29% gedaald. Band Protocol evenzeer met 29% gedaald. Dan heb je nog Lend. Een fundamenteel sterke coin in mijn ogen, met 24% gedaald. En dan Nexus Mutual met 23% gedaald. Dus dat zijn eigenlijk de grootste stijgers en dalers van deze week. Dan gaan we nu overgaan naar de belangrijkste topics. Bart, welk topic of welke gebeurtenis hebt jij de laatste 2 weken voorbij zien komen dat je zegt van kan wel een impact hebben op de algemene marktprijzen van de altcoins of Bitcoin? Ligt dat aan mij of is Tim terug weg? Wel, ik denk dat Tim weg is, want ik hoor hem niet meer. Dus ik ben nog blij dat ik jou nog hoor. Ah, ik hoor je ook nog wel, zo'n Bart. Ah, daar is hem weer. Ja, hij was weer weg, hè, Tim. Oei, 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 Ah, voilà. Hoort je me Goed, nu? ik heb eigenlijk twee leuke zaken die we zien op dit ogenblik. Er is op dit ogenblik een capitulatie gaande van miners. Dat wil zeggen dat de hashrate op Bitcoin daalt. Dat wordt typisch gevolgd in de markt als we historisch terugkijken naar de mapping van de hashrates en de evolutie van de Bitcoin mining hashrate ten opzichte van de prijskoersen. Dan zien we typisch als de hashrate daalt en die gaat beneden de moving average, dan zien we daar typisch een horizontale move van Bitcoin. En van het ogenblik dat de hashrate terug oppikt, dan zien we daar een immens koopsignaal en een katapulteffect tot en met. Dus dit lijkt wel alsof de volgende aanloop wel eens mooi in de maak zou kunnen zijn. Een tweede punt wat er daarop correleert, als we gaan bekijken naar de closing van oktober. Oktober heeft toch wel een zeer groot winstpercentage voor de Bitcoin-hodlers opgeleverd, maar is nog niet het hoogste. Als ik naar de pure maandelijkse candles kijk, dan zien we eigenlijk de hoogste
gain van 60,7% in mei 2019. Dus zelfs al is de grootte van de candle gigantisch hoog, percentage-wise is dit niet de grootste gain ever, zoals sommigen blijken te beweren. Maar het is alleszins wel de candle. En Stijn, je hebt gelijk, op $80 na is dit inderdaad de hoogste monthly close ever voor Bitcoin. Dus dit is, ja, allez, bullisher dan dat kan je niet zijn. Maar we moeten uiteraard wel rekening houden met eventueel een potentiële correctie die toch niet te versmaden zou kunnen zijn als ze correct wordt uitgespeeld. Stijn, over naar jou. Oké, kan ik share het, Tim? Of wil je zelf nog iets zeggen, Tim? Ja, we moeten nog topics behandelen, hè? Nee? Doe maar, Tim. Doe maar. Ja, maar ik heb nu gewoon even de mining hash rate. Hè? Dus mining hash rate naar beneden wil zeggen Bitcoin pricing, horizontale move, potentieel misschien, ja. Mm-hmm. Maar als die Bitcoin hash rate terug oppikt, goed in het oog te houden. Oké. Een van de belangrijkste ontwikkelingen die ik heb zien gebeuren, is voor mij toch wel een van de grootste crypto-exchanges die nu gedigitaliseerde aandelen gaat aanbieden aan de hand van cryptocurrencies. Dus vanaf nu gaan gebruikers, of binnenkort, het is nog niet gelanceerd, maar FTX gaat binnen enkele maanden het mogelijk maken dat jij eigenlijk deeltjes van Apple en Tesla kunt gaan aankopen met cryptocurrencies. Dus ja, aandelen die gedigitaliseerd worden, ik zit het al langer te roepen. En ik denk dat dat ook meer en meer gaat evolueren naar een gedigitaliseerde aandelenmarkt waar alles samenkomt, zowel aandelen als obligaties, als cryptocurrencies, als de forexmarkt. Dat dat eigenlijk op één groot platform zal samenkomen en dat er eigenlijk in de toekomst accounts of rekeningen gaan ontstaan, gebruikersaccounts, zal ik maar zeggen, waar eigenlijk alles op kan gebeuren, van het verhandelen van aandelen tot uw eigen spaarrekening beheren. Ik denk dat we daar naartoe gaan. En ik denk dat er ook nog wel, ja, dat de weg nu geopend is om andere partijen die daarmee willen gaan concurreren. Dus dat is iets dat in mijn ogen zeer positief is. Wat heb ik dan nog gezien? De tweede cryptobank die ontstaan is. We hebben een paar weken geleden gezien dat Kraken de eerste cryptobank in Amerika is geweest. Die zijn bankcharter heeft verkregen. Deze week is Avanti aan de beurt. Dus dat is de tweede cryptobank die eigenlijk cryptocurrencies gaat aanbieden als zijnde een traditionele bank waar jij eigenlijk je custody kunt gaan doen. Dan nog een bijkomende zaak op Bart. Iran, ik weet niet of jij het gehoord hebt van Iran, Bart. Heb jij daar iets van vernomen? Ja, ik heb het inderdaad opgepikt dat Iran, de centrale bank in Iran, de grootste aankoper is van cryptocurrencies op dit ogenblik en de grootste aankoper van Bitcoin. Mm-hmm. Voor de Iranese miners, die eigenlijk hun gemined coins rechtstreeks verkopen aan de overheid van de centrale bank in Iran. Ja. Was toch wel redelijk frappant om te kijken dat een centrale bank Bitcoin aan het opkopen is. Rechtstreeks van miners dan nog. Over de counter in plaats van via exchanges. Ze hebben, indrukwekkend. Ze hebben ook voor de gereguleerde minerbedrijven binnen Iran de elektriciteitskosten met 47% verlaagd. Dus ze geven eigenlijk subsidies aan miningbedrijven betreffende de elektriciteitskosten. En op dit moment financieren ze via cryptocurrencies de import. Alles wat met import te maken heeft, wordt met cryptocurrencies bekostigd. Op die manier gaan ze ook bepaalde zaken of sancties van Amerika omzeilen, zal ik maar zeggen. En burgers hebben nu ook wel toegang tot mining en trading, zolang ze gebruik maken van de financiering van importen. Dus dat is ook een pluspunt dat de burgers hier ook voordeel uithalen. En dat waren voor ons, denk ik, Bart, de vier positieve punten die we hebben opgevangen. Hè? Ja, ik heb eigenlijk geen enkel punt opgevangen in de voorbije week, wat potentieel een gevarenzone betekent voor Bitcoin en cryptocurrencies.
Buiten dan, ja, zoals we al een paar weken voor verwittigen, de drain op altcoins. Maar dat gaan we straks ook wel zien als we door een aantal coins gaan die jullie vragen, denk ik. Mm-hmm. Maar verder dan dat, buiten de cryptomarkt in het algemeen en Bitcoin als leading dominante coin, hebben we eigenlijk deze week niet echt negatieve connotaties gehad. Nee, enkel positieve. Zo heb ik ook voorbij zien komen dat Thailand eigenlijk zijn CBDC aan het ontwikkelen is, maar dat ze gaan samenwerken met Consensus. En Consensus is eigenlijk het ontwikkelingsbedrijf dat zwaar aan Ethereum werkt. Dus het is daardoor dat Ethereum is ontstaan door dat bedrijf. En zij worden nu gevraagd om eigenlijk onderzoek te doen voor een CBDC-gerichte, publieke CBDC-gerichte financiering, structuur op te gaan zetten. Dus dat is ook wel vrij interessant om op te volgen dat ze daar Ethereum bij aan het betrekken zijn. Onrechtstreeks wel, maar alles vloeit mooi samen. Hè. Stijn, heb jij iets gezien deze week dat je zegt van... Niet direct. Eigenlijk niks speciaals op crypto-gebied. Oké. Ik val redelijk dood in de markt te staan. Ja, inderdaad. En er waren andere dingen te doen deze week. Hè. Gaan hamsteren. een dode markt op zich. Hè. Allee, ik bedoel dan toch, qua trading hoefde niet veel te doen. Hè. Nee, goed. Stijn, dan stel ik voor dat jij uw technische analyse loslaat op ons. En ik ben ook wel eens benieuwd naar het marktaandeel van Bitcoin, wat daar allemaal gebeurd is. Oké, goed, prima. We zijn vandaag 1 november, wat dat eigenlijk een fantastische dag is. We hebben het geluk dat het ook zondag is, pal in de livestream, dat wil ik zeggen. Dat wij een extra monthly close candle kunnen gaan analyseren en onze verwachtingen gaan timmeren, zeg maar, of onze case gaan maken voor de volgende candle. In eerste instantie dus, zoals dat Bart ook aangaf, de eerste grootste body close ooit in de geschiedenis van Bitcoin. Weliswaar op de Binance chart, dus we spreken hier niet over andere exchanges, maar puur op Binance, zeg maar. De eerste grootste monthly close is inderdaad een kanjer van je welste en inderdaad, zoals Bart ook aangeeft, bullish, absoluut. Wat zagen we nog? Wat zien we nog? Op de monthly hadden wij een eerste correctielevel van 13.105,62. Op de lagere timeframes hebben we daar zeer netjes de eerste weerstanden gezien. Maar heel belangrijk is een close daarboven. Een close boven 13.105 is de intentie om nog hoger te gaan met als eerste logische target 17.176,24. Dus dat is hetgeen dat we nu naar aan het kijken zijn voor de komende maand of misschien zelfs maanden. Dat zal ongetwijfeld wel nog 1 tot 3 candles gaan duren vooraleer dat we die trading range officieel gaan pakken. Maar zeer positief nieuws, zeer sterke candle daar boven. Het volume viel eigenlijk nogal mee, hè? Dus geen uitschieters daar. Je zit wel in de redelijke top van de grotere volumes, maar nog niet echt die expansie waarop dat we volledig op aan het wachten zijn. Welke weerstanden kijken we momenteel op de monthly boven ons? Wel, een eerste meest logische target is hier op onze trendline, zeg maar. Dat is ongeveer 15.161. Ik heb deze hele box, ik heb die gemarkeerd als confluence box. Met andere woorden, we gaan die hele box ook terugzien op een weekly timeframe straks en op een daily, waardoor dat we nog meer die confluence gaan zien of die samenvloeiing. Daarboven stel dat we heel hard, vooral op weekly, closes erboven krijgen, boven 15.198, dan uiteraard 17.176 als next target. Sluiten we ook daarop weekly erboven en zeker op een monthly, wat is dan het volgende target? Dan hebben wij nog 1 target staan, dat is 25.476 momenteel. Dat zal per maand zal die target ook gaan oplopen, zeg maar. Dus zeer mooie targets in het vooruitzicht, zeer mooie groeipercentages als we van hieruit gaan kijken, dan hebben we momenteel vanuit ons eerste target nog een 9 of een 10% te gaan. Dan de range zelf 25 en dan naar die 25k komen we ongeveer nog op een groei van 84%. Dus dat zijn de vooruitzichten naar boven toe. Wat gaan we nog nemen als support, zeg maar? Stel, je zit nog niet
in Bitcoin? Waar zijn uw meest ideale entries? Wel, de meest ideale entries nu zijn op het leveltje 11.786.01. En dan spreek ik hier over deze fractal swing high. Je ziet zeer mooi weerstand, weerstand, weerstand. Hier ook weerstand. Dan de eerste Monty Close erboven. Iets dat weerstand is, wordt veelal geflipt naar steun. Dus als de prijsactie hiernaar terugkomt, uw meest ideale entry, zeg maar, is op en rond 11.786. Gaan we die krijgen? Dat is een andere vraag. Ik kijk persoonlijk ook nog naar dit level hier, de bovenkant van een bullish orderblok, 12.070.77. Dus ergens in deze regionen verwacht ik een goede buy opportunity, zeg maar. Ik ga ook hier een kleine confluence box gaan tekenen, zodanig dat we die kunnen meepakken op onze lagere timeframes zo meteen. Dat we wat meer confluence gaan zien of samenvloeiing. Dus een zeer positieve groei. We hebben bovendien ook nog deze rising wedge of deze wedge op zich positief aan de bovenkant doorbroken. Dat geeft ons een mogelijkheid om een measurement target te gaan nemen. We gaan die nog eens snel erover gaan leggen en zien waar dat we daar ongeveer toe komen. Dan komen we in de richting van 20.500. Dus alles wijst zeker in op zijn minst deze 17.176. Ik spreek natuurlijk in dollarwaardes en dan all-time high. Maar voor mij, Klaus, boven deze blauwe trendlijn is eigenlijk een goede poging waard naar die $25.000 per bitcoin. Dus mooie vooruitzichten. Sowieso, alles blijft bullish. En we gaan even zien wat dat ook geeft op onze weekly timeframes. Op onze weekly timeframes valt het ons meteen op. Dat was onze volgende confluence box dat we daarnet hadden gezien rond die 15.000. Die valt pal ook in onze weekly trading range equilibrium. Dat is deze stiplijn, zeg maar. We vallen er pal in. Wat dat eigenlijk de target zeer logisch maakt dat we prijsactie nog tot daar op zijn minst gaan zien. En dan spreken we over 14.901, de onderkant van een bearish orderblok. Ik ga u die meteen gaan tonen. Dan het equilibrium van de trading range. Dus daar zeker een goed momentum om wat profits te gaan nemen en te zien hoe dat we verder gaan evalueren. Onze trading range, dus zitten we hier met een support van 10.961. Dat leveltje kennen we ondertussen wel. Bovenkant van de trading range 19.300 en het midden van deze range is ook waar dat onze confluence box komt. Dus richting die 15k, zeker en vast haalbaar, zeer, zeer logisch. Zeggen we nu toch al, denk ik, een maand of 5, 6, Tim. Ik weet niet hoe lang dat we al bezig zijn, maar die 15k hadden we al gespot en we zijn er bijna. Hoe dat het vandaar dan verder gaat evolueren, dan gaan we dan zien aan de hand van de candlesticks. Voor de rest, weerstanden nog ertussen op weekly 17.100. En dat is het zowat. Hè. Veel schiet er niet meer over. Je zult ook merken dat een deel van mijn rode liquiditeitszones weggewerkt zijn. Zowel op monthly als op weekly hebben er heel wat kunnen verwijderen. En deze zone mocht verwijderd worden, ook op monthly. Dus met andere woorden, weerstanden zijn gebroken. We verwachten dus supports. Let ook goed op onze confluence box van daarnet op de monthly. Ik ga nog even tonen om te zorgen dat iedereen wat inzicht heeft. Dus we waren aan het kijken naar het level 11.786 en bovenkant van een bullish orderblok. Ook daar zeer mooi die confluence op een weekly timeframe. Wat komen we daar allemaal tegen? Eén daarvan is deze grotere downtrendlijn, zeg maar, die we netjes hebben doorbroken met volume, wat dat zeer bullish is. Een retest daar is zeer logisch en een van de meest logische momenten om te gaan instappen. Is ook een flip van deze bearish orderblok. Het was ook een weerstandszone. Dus ook hier opnieuw zeer mooi die confluence om die te gaan meepakken. Ook op een weekly timeframe. Verdere steunen. Mochten we daaronder gaan zakken, het logische level dan 10.961 en een bullish orderblok nog niet getest geweest. Zone van 10.774 tot en met 10.525. Al denk ik persoonlijk, maar je mocht nooit denken of je mocht nooit gaan traden op gedachtenpatronen, zeg maar. Maar ik veronderstel een retest, vroeg of laat, is hier in de maak. Mijn persoonlijke gameplan is doortrekken naar die 15k. Zoals Bart ook aangaf, verwacht ik hier wat ranging. Al dan niet met een hevige week down. Ik denk niet dat we lang en veel tijd gaan hebben om deze higher low te gaan oppikken of deze bullish retest te gaan oppikken, zeg maar. En vergeet niet dat wij sedert 15 januari 18, het is nu
bijna 3 jaar, één nog een maand en het is 3 jaar, was dit een weerstandszone, een zeer hevige, zeer sterke weerstandszone. Die is nu doorbroken geweest. Met andere woorden, alle grote instituten, alle grote sellers zijn vertrokken. Die hebben hun biezen gepakt. Die hebben hun liquiditeitszones verlegd. Hoogstwaarschijnlijk in deze grotere rode box. Dus het is wel een grotere zone. Maar weet of besef, hier zijn de sellers weg. Het is gedaan met verkopen op dit level. Wat komt dan in de plaats? Inderdaad, geraad het zelf. De buyers gaan hierop zitten wachten. De mensen die nog niet in Bitcoin zitten en die hun kansen nog niet hebben gezien, gaan hier gaan bieden om longs in te stappen. Ook instituten en andere grote bedrijven zien dat deze weerstand is gebroken. En die gaan ook hier heel rustig en heel geduldig afwachten tot als de prijs daar komt om te gaan inschalen voor longs op Bitcoin. Want ook op weekly zijn we en blijven we nog altijd bullish. Zeer mooie toename ook van volume, zeker ten opzichte ook van vorige week. Dus er is heel wat getrade geweest in deze candle. Er is wat profit-taking genomen, maar er is ook wat longs ingezet, zeg maar. Richting in mijn ogen 15.130, 14.900. Dan op een daily timeframe, eigenlijk nagenoeg hetzelfde verhaal. Behalve dat we hier nog een iets of wat meer kunnen gaan inzoomen op de prijsactie zelf. Wat zien we vooral staan of waar wil ik de aandacht op vestigen? Dat is deze twee zwarte lijnen. Is een ascending broadening wedge. Veelal is dit een continuation patroon met een duidelijke measurement target. Als we breken boven deze zwarte lijn, zeg maar, hebben wij dit als measurement target. En als we die erboven gaan plaatsen, dan komen we ook ongeveer in deze confluence box. Dus opnieuw ook daar op daily dezelfde signalen richting 15k. Zeer logisch en zeer haalbaar. Desalniettemin gaan we daar toch wat voorzichtig gaan zijn. We hebben toch wel een paar mooie weerstanden weer boven ons liggen. Qua trading ranges, dan spreken we op daily van de paarse lijnen. Weerstand 18.510, waarvan dat de steun ook, net zoals op de weekly, op 10.961 ligt. Het midden van deze range is exact hier op deze paarse stiplijn. En als we daar de cijfers eruit halen, dan spreken we over 14.735. Dus we komen zeer dicht bij het equilibrium. Ik verwacht hier toch wel een eerste goede sell off op daily timeframe. Afhankelijk van wat er gebeurt de dagen daarna, krijgen we stevige closes erboven. En zelfs closes boven deze bearish orderblok, boven 14.968, zeg maar. Dan mik ik eigenlijk meteen op het doorstoten van 18.510. Of toch op zijn minst het najagen van dit level. Als we het gaan halen, dat is iets anders natuurlijk. Maar vergeet ook niet dat we nog altijd in deze grotere rising channel zitten, dus een opwaartse channel, waarin we een projectie hebben van het equilibrium, ook knal op onze confluence box momenteel, dus voor komende week. Denk ik dat het zeer logisch is dat we nog een stukje gaan doortrekken, nog een goede FOMO gaan lanceren. De late kopers, denk ik, gaan we die gaan vastzetten om daarna, was toch de verwachting, we gaan het wel zien wat dat de data ons geeft. Maar de verwachting bij mezelf is dan een bullish retest richting die confluence box die hier beneden staat. Mochten we ook hier boven het equilibrium hard erboven closen, dan is bovenkant van de rising channel logisch. En dan komen we inderdaad in de buurt, Bart, rond die 19.000 die jullie ook zien staan. In het algemeen dus bullish op monthly, bullish op weekly en nog altijd bullish op daily. Met een eerste gevarenzone op en rond, laat ons afronden, 14.500 tot 15.500, daar ergens rond. Oppassen, belangrijk keypoint, als we die kunnen gaan claimen, als we daar netjes boven closen, met een goed volume en we trekken door, dan gaan we richting de 18k en krijgen we hier onze rejection te zien. Dan verwacht ik een eerste terugval tot en met deze bullish orderblok. Dan spreken wij over getalen van 12.968 tot 12.870. En verliezen we deze steun, verliezen we deze zone, dan kijk ik eigenlijk richting de onderkant van deze rising channel, die ook in de buurt begint te komen van deze gele box. Dus opnieuw, ook daar die confluence. Al moeten we misschien op daily toch wel voorzichtig zijn als we te hard eronder gaan closen, dan zouden we wel eens deze optrendlijn kunnen gaan verliezen op een daily. En dan veranderen de kaarten. Maar we hebben nog tijd. Volgende week kunnen we verder gaan analyseren wat er gebeurd is de komende dagen. Algemene conclusie.
14,5 en 15,5 als key point. Terdoor is richting 18.500, 19.000. En verliezen we 12.900, dan kijken we richting 11.786. Dus hier, voor de traders onder ons, nu positie nemen, is geen goed idee. Oftewel, wachten tot een break van die 15.500 of eventueel daar shorts gaan inzetten. En longs eerder in de regionen 11.700 idealiter of zeer vroeg en zeer agressief rond de zone van 12.900 tot 13.000. Maar ook daar in het algemeen nog altijd bullish. Dus dat was het voor Bitcoin. Ik ben zeer benieuwd, Bart, wat aan jullie... highlighten, zeg maar, als belangrijkste levels en als we ook daar eventueel terug in wat comfort. Wij zien op dit ogenblik belangrijke levels om in het oog te houden is wat gaat de counterreactie zijn op het level van rond de 14.300? Krijgen we daar een sterker rejection of niet? We weten dat als daar een sterker rejection komt, dat de target pullback is tot waarschijnlijk 12.123 tot 11.439 ratio. Dus we hebben daar inderdaad, we lopen letterlijk die muur af te breken van dat weerstandslevel. Elke keer als daar tegenaan gebeukt wordt, breekt die muur een stukje af. En vroeg of laat krijg je daar ofwel een doorbraak, ofwel een retractie of een correctie. En als die correctie komt, dan kijken wij naar entry levels 12.123 tot 11.439. Nu, wat het mooie is, is als we dit level doorbreken, dan hebben we eigenlijk in de volledige historiek maar 6 weken trading volume om ons op te baseren qua technische analyse. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de periode november-december 2017. Zeer ver terug. Dus toch wel belangrijk om daar even te gaan terugkijken naar een aantal key levels op daily en zelfs op 4 uur timeframe. Op dit ogenblik is eigenlijk de enige boodschap die we kunnen meegeven. Opgelet, er zijn 2 potentiële patronen in de maak. De daily is zeer belangrijk, maar als we gaan kijken, en Stijn, als je even de daily er wil opnemen en dan inzoomen op het huidige level, dan zien we eigenlijk een patroon keren of komen waarbij dat je een zeer scherpe rise hebt en dan een cup-vorming. Ja? Als we even de periode van 12 maart en die gigantische wick naar beneden buiten beschouwing laten, want dat heeft eigenlijk het hele patroon vertraagd, maar dan krijg je daar eigenlijk een zeer mooie cup. Dus de vraag is natuurlijk, gaat nu de handle ontstaan, zodanig dat we een cup een handle patroon krijgen en dan weten we dat de delta het laagste punt van de cup tot de huidige baseline is, wat eigenlijk het upwards potential is. En dan zien we daar inderdaad, kijk, mogen we die 12 maart retractie negeren of niet? Dat is natuurlijk een vraag die we onszelf moeten stellen. Ja? Dus dat is potentieel toch wel een zeer mooi patroon wat daar begint te ontstaan. Langs de andere kant, als we hier een correctie krijgen, dan is een correctie toch wel ja, direct $3,000, $4,000 à $5,000 naar beneden. Krijgen we een doorbraak, dan zitten we hier inderdaad in de regionen 14.300 als eerste level om goed in het oog te houden, waarop wij stoplosses zullen modifiëren als die inderdaad daarboven gaat. Als hij terug naar beneden komt, beneden de 14.300, dan is er een potentiële correctie in het opzoeken van het support level van om en bij de 12.100 tot 11.400. Nu, deze surge van Bitcoin heeft natuurlijk als effect dat de altcoins redelijk bloeden. De altcoins, op dit ogenblik, we herhalen het al een paar weken, wees voorzichtig met altcoins. We hebben de voorbije 2 weken gradueel, en de voorbije week zelfs redelijk radicaal, posities in altcoins geliquideerd, omwille van die surge van Bitcoin, waarbij als Bitcoin een surge neemt, dat altcoins ten opzichte van Bitcoin achterblijven. Dus als je een gespreid portfolio hebt, dan ga je in euro of dollar equivalent geen verlies laten maken, maar ook geen boeken. Terwijl Bitcoin eigenlijk wel net een zeer mooie surge gemaakt heeft. Dus dat is natuurlijk de tendens die je daar even moet meenemen. Nu, Stijn heeft ondertussen de Bollinger-bands bijgenomen. Op deze curve zie je duidelijk dat we nu aan de bovenste helft
van de Bollinger-band al een hele tijd bezig zijn, al sinds het begin van dit jaar, bij wijze van spreken. Buiten dan die 12 maart retractie naar beneden. Maar verder zitten we eigenlijk in de bovenste helft van die Bollinger-band, permanent tussen de breakout van de Bollinger-band en een widering van die band, of niet, of potentieel gaan we de band geleidelijk aan gewoonweg zachtjes naar boven blijven volgen. Als die band een explosie krijgt, dan moet je een keer kijken wat er gebeurt in de timeframes die we daar zien. En dan spreek je over april tot juli 2020, dat timeframe. Dus als we daar een widening van die banden krijgen, dan krijg je daar een potentiële prijsexpansie van ja, gigantische astronomische bedragen. Als dat gebeurt en als dat patroon gerespecteerd wordt, dan is de vorige all-time high peanuts. Yeah, it's a candle in the wind. Dan gaan we daar knal boven en verder boven. En als we zien hoe die parabolic rise gebeurd is in 2017, dan weten we dat het op een termijn van 2-3 maanden wel eens kan gebeurd zijn. Dus het is niet uitgesloten dat we voor het einde van het jaar misschien toch de all-time high zouden kunnen breken. Langs de andere kant, als we een retractie naar beneden zien, dan is de drop ook wel redelijk painful. Dus daar moeten we toch wel even voorzichtig mee blijven. Voldoende als aanvulling, Stijn. Dan gaan de Ishimoku er niet bij nemen, want daar zitten we knal boven op alle tijdzones. Ja, oké. Okay. Dus dat wil zeggen, zoeken naar longs en op weerstandniveau shorten met korte percentages profit-taking, 3, 4, 5%, niet meer, en dan terug inkopen. Als je verkoopt, neem als targets 3-5% drop en dan terug inkopen en ride the wave again. We zoeken op dit ogenblik niet naar shorts met ranges van 12-15% en meer. Daar zijn we echt niet naar op zoek nu. Dat zou euforie zijn om dat nog een keer mee te maken. Mm-hmm. Nee, precies. Ik denk dat we terug in lijn zitten. Ik ben zeer benieuwd ook wat het on-chain data zegt, Tim. Ja, bijkomend heb ik nog een vraag voor jullie. Wat zegt de Bitcoin-dominantie op de chart, op de TA? Ja, er is er van de week. Totaal onverklaarbare week. Ongelooflijk. Maar de Bitcoin-dominantie is wel uitgebroken aan de bovenkant vanuit die descending channel. Die we al een paar maanden zeggen dat die er is. Met andere woorden, Bitcoin reist gewoon veel harder en de dominantie vloeit naar Bitcoin toe in plaats van weg van Bitcoin. We zitten nu op 63,88% dominantie, dus je ziet die duidelijk terug stijgen. Maar we hebben daar wel een wik... Ja, kijk, Stijn laat hem ook net zien. We hebben daar wel een wik van je welste, waar ik eigenlijk tot hiertoe geen verklaring voor gevonden heb. Dus Stijn, als jij een verklaring hebt, dan ben ik in al hoor. Het enige wat, als ik puur vanuit mijn achtergrond als zijnde kennis bestudeer en ik ga die letterlijk gaan projecteren op gewone charts, heb ik heel vaak al gezien, vooral bij altcoins dan, dat is een hele stevige week naar beneden toe. Veelal denken we dan van een goede bullish swing, Philip Pedden, en we knallen gewoon naar boven. Maar wat merk ik is dat we eigenlijk vanuit daar veelal gaan stagneren en dan gewoon gaan droppen naar die week zelf om die liquiditeit daar te gaan ophalen. Mag ik dat hier gaan reflecteren op een Bitcoin-dominantie-chart? Dat weet ik absoluut niet. Maar dat is de enige verklaring die ik hiervoor heb, is dat er op Bitcoin-dominantie dat er iets gebeurd is die niet meer gewist kan worden uit de charts. En het is trouwens niet alleen op de Bitcoin-dominantie, maar straks ook die andere charts erbij nemen, die mij eigenlijk een lichtbruin vermoeden bent te geven. Maar het is een vermoeden, het is geen technisch feit. Maar het vermoeden is dat we... denk ik, koud kunnen gepakt worden door altcoins. Het is misschien een zeer voorbarige uitspraak. Ga daar alsjeblieft niet koud op af en koop uw rot aan altcoins. Maar er is iets aan die chart die absoluut niet strookt. We hebben nog zo'n weeks gezien. Niet in die grootorde, maar we hebben wel nog grote weeks gezien op de dominantie. Deze is toch wel zeer uitzonderlijk, maar wat daarmee vooral is bijgebleven, is op de others.d, de dominantie van de altcoins zelf. Daar gaat het zelfs nog een stukje straffer aan toe. Dan krijgen we hier een week. Ik denk percentage-wise is dat echt wel 200, bijna 300% naar boven toe.
Het ziet er precies uit als iemand die gigaveel heeft gekocht. Er is wel wat profittaking genomen, zeg maar. Is het een bijbeschwing, Filip? En dan gaan we van hier verleden naar beneden. Denk het niet, want ook hier hetzelfde op de total market cap. Juist hetzelfde gebeurt deze week. Een gigaversnelling geweest. We staan nu ongeveer op een 400 biljoen, zeg maar, qua total market cap. En we zijn deze week, ik denk, ik heb de kennel gezien, Bart zei me daarnet, op een 4 uur was het hem duidelijk te zien. Maar hij heeft er 50% bijgetikt. Hè? Dus bijna tot al 600 biljoen naar boven gegaan. Ook de total dat 2... wil toch zeggen, op zeer korte termijn even een injectie, een aankoop van ongeveer 200 miljard. Ja? Dat is gigaibard. Naar beneden. Allee, die cijfers zijn gewoon astronomisch. Hè? Zijn astronomisch en het volume past er eigenlijk niet bij. Ja. Dus we weten nog niet en we zijn nog aan het puzzelen. Want in de... in de adressen die wij monitoren van zowel de Tether als de USDC als de Bitcoin, deposit en withdrawal adressen van de top 7 exchanges, zien we dit volume op de exchanges niet terugkomen. Dus we weten nog niet, want CoinMarketCap berekent dit volume. Ja? Is dit nu een rekenfout van CoinMarketCap en gaat er een correctie komen of niet? Dat weten we nog niet, maar het is toch wel opvallend dat die levels inderdaad toch wel tot op de juiste niveaus getikt hebben. Naar beneden komen, hè? Allee, ja, bedoel, er klopt iets niet. Nee, okay. Er klopt inderdaad iets niet. Het is vandaar dat ik zo'n donkere brein vermoeden heb dat we koud gaan gepakt worden van altcoins. En als je wat nieuws volgt, maar je moet dat redelijk diep graven, het wereldnieuws. Trouwens, Boris Johnson heeft ook net een speech gegeven, ik weet niet of je die hebt gehoord. Die spreekt over het implementeren van nanotechnologie in vaccins om te gaan injecteren in ons lichaam, om het gaan monitoren van onze temperaturen en ons biometrisch stelsel, om eigenlijk onze data te gaan securen en die te gaan plaatsen op blockchain. Dus niet alleen Boris Johnson die nu met deze verhalen afkomt, ik denk dat gisteren was zeker de conferentie, maar er zijn heel veel grote bedrijven die niet anders... We gaan hier niet aan de conspiracy theories doen. We gaan niet aan de conspiracy doen, maar het is een conspiracy als Bonson of Johnson het zelf zegt. Dan is het gewoon een feit. Het is geen gok meer. Maar we merken gewoon dat er heel veel gaat getokenized worden. Ik verwacht dat cryptocurrency vol een bak gaat exploderen met de bijhorende technologieën en data ervoor. Dat is mijn redenering. Dat is een theorie, misschien een conspiracy theory, maar hetgeen dat Johnson heeft gezegd is absoluut een feit. Dus daar geen spreken. Langs de andere kant valt de timing van de evenementen wel samen met twee DeFi scams van forks in de DeFi sector van bestaande DeFi tokens. Waar de developers die de fork hadden opgezet plotseling 5 keer meer coins gemint hebben. Met andere woorden, ogenblikkelijk gecreëerd out of thin air, om dan te liquideren. Is dat nu ook een bijdrage aan wat dit vertekend beeld gegeven heeft? Ik weet het niet, ik durf er niet op speculeren. Het is alleszins wel zo, de wick staat er. Dus dat is iets waar we toch wel rekening mee houden in de pure technische analyses. Fundamenteel in haar portfolioanalyse toe, verandert dat eigenlijk niet zoveel voor ons. Buiten dat de Bitcoin-dominantie wel stelselmatig stijgt. We zien de altcoins leegtrekken ten voordele van Bitcoin. We zien Bitcoin stijgen en altcoins ten opzichte van euro zowat stagneren. Dus dat is natuurlijk echt wel een beweging waar we rekening mee houden. Van zodra de Bitcoin-dominantie om en bij de 70% zou komen... dan ga je natuurlijk zien dat er een aantal als toch wel zwaar gaan doodbloeden. En het is een element om in het oog te houden. Mm-hmm. Wat gaat er op dat ogenblik gebeuren? Want hier zit je ook op jouw charts, Stijn. En wat laat jij nu eigenlijk zien? Ah, de Bitcoin-dominantie. Okay. Ja. Als je hier even een weerstandslevel zou trekken, parallel of horizontaal op de highest high sinds... mei 2019 of 2018 zelfs. Pak de highest high vanaf daar en trek een horizontale of teken een horizontale. Voilà, dat is er eentje. En dan de drie levels erboven. Is dat je wilt zien, Bart?
Ja, daar ene en dan weer naar rechts de volgende, in die volgende spike voordat we daar die correctie krijgen. Ja, daar zo. Voilà. En daar zit je dan inderdaad ja, op 72%. Dus wat gaat er daar gebeuren? Het is toch wel een level wat we in het oog houden. Want dat level van die 72% komt ook overeen met de rising support line op Bitcoin dominance niveau. Die start van begin 2018. Dus als we daar ook een rising support zouden tekenen, gaande van begin 2018 tot nu, dan zie je dat die daar ook exact weer snijdt. Dus dat is toch wel een punt wat we daarvoor in het oog gaan houden. In welke mate dat ons helpt de projecties te doen? Kijk, we weten dat op dit ogenblik de inflow van kapitaal met een total market cap die stijgt eigenlijk bijna uitsluitend naar Bitcoin en met een paar uitzonderingen naar een paar van de top altcoins gaat. En dat al de rest van de altcoins eigenlijk leegbloedt. Wat ook de reden is waarom wij vanuit een portfolio perspectief, en jullie zullen dat straks zien als we de TT4U portfolio erbij nemen, zo goed als alle altcoins geëlimineerd hebben uit de portfolio's de voorbije 2 weken. Gradueel en de voorbije week, sinds dat we daar die surge zien op die Bitcoin-dominantie, redelijk radicaal. Maar oké, dat is nu eenmaal de praktijk. Je moet de golf meesurfen waar de winst op zit. En die golf is op dit ogenblik niet de altcoins. Dat laat niet, of dat neemt niet weg, dat er geen goede inkoopogenblikken zijn voor een aantal altcoins. Ja, als ik ga kijken naar bijvoorbeeld de Monero, bijvoorbeeld een Ethereum en een aantal andere, dan zijn er toch wel voor mensen die die coins specifiek in portfolio willen hebben, een paar koopjes te doen op dit ogenblik. Dus dat moet je ook niet wegnemen. Okay. Klopt. Ik heb het hetzelfde zien ook met Cardano was het, ADA. En EOS inderdaad ook goede pumps gehad. Houden hun supports momenteel vast. Dus ik volg zeker dat standpunt dat er hier en daar wel goede setups in de maak zijn. Oké. Bedankt voor de toevoeging, heren. Wat zegt de blockchain data? Wat zegt de on-chain data, Tim? Kom. Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat jullie vertellen eigenlijk. Ik weet ook niet goed waar ik moet kijken. En ik heb hier ook al zitten zoeken. Wat ik wel heb gevonden en waar ik op wil inpikken, want Jim heeft dat ook in de chat gezet, is dat de verkiezingen, de voorgaande verkiezingen in 2012 en 2016, ik ben daar naar gaan kijken, is er wel een daling van plus minus 10% geweest rond die periode. Maar wat we wel zien is dat er daarna een heel sterke opleving is geweest. Dus enkele weken, dagen daarna is er een rally ontstaan na die verkiezingen. En als we gaan kijken naar de percentages, dan is dat tot nu toe, zijn dat de twee grootste rallies tot nu toe geweest. Dus gaat dat nu ook zo zijn? Gaat de geschiedenis zich herhalen? Dat is nu de grote hamvraag. Maar als ik kijk naar de on-chain data, verwacht ik eerst toch ook nog een daling. Absoluut. Kan dat een serieuze rebound geven, zoals jij zegt, Bart? Dat kan, ja, een katapult kan worden. Dat kan zeker. Wat ik zie op de on-chain data, ik ga dat even delen. Heb je ook een idee? Eens kijken. Hè. Pam, pam, pam. Voilà. Zoals Bart al zei, zien we hier toch wel... Zit hij er in mijn scherm, by the way? Ja. Ja. Zoals je hier ziet, hè, als we gaan inzoomen, dan zie je hier toch dat er een serieuze daling in de hashrate is geweest. En meestal wordt dat gevolgd door een daling in de prijs ook. Nu, de Bitcoin-dominantie is wel aan het stijgen. Dat is een heel belangrijk iets dat je in doog gaat moeten houden. Hè? Dus de Bitcoin mining hash rate en de Bitcoin dominantie, hoe die ten opzichte van elkaar gaan bewegen. Wat zien wij ook wel, is dat de inflow, hè? Dus de inflow van de exchanges ook steeds mindert. Er zit een dalende trend, hè? Dus dat is het volume van alle exchanges samen. We zien dat er een dalende trend is. Ik heb dat vorige week ook al gezegd, is dat meer mensen gaan houden in Bitcoin.
wat wel de prijsactie kan gaan vertragen, omdat er minder activiteit is op die exchanges. Nu, dat wijst misschien op een lichte prijsdaling, of dat, dat er een bepaalde onzekerheid is misschien ook, nu met die presidentsverkiezingen. Ik weet het niet, maar op dit moment ben ik toch ook vrij voorzichtig om te zien hoe Bitcoin daarop gaat reageren. Als we dan hier gaan kijken op de, in een out of the money around price indicator, kunnen we zien dat er hier toch wel een sterke support gevestigd is, die tussen de 12.976 en de 13.787 zit. Als we die adressen bijeen gaan tellen, komen we toch aan een 2 miljoen adressen waar er een sterke support zit. Dus tot die 12.976 zitten vrij veel adressen geclusterd. Als we gaan kijken naar de resistance, ja, er is weinig resistance. Dus er kan wel een opwaarts momentum gecreëerd worden. Maar ja, als we gaan kijken naar de nieuwe topics en de gebeurtenissen die zich nu afspelen, creëert een beetje een onzekere markt. Allee, dat is mijn gevoel alleszins. Gaan we hier voorbij breken? Ik denk nu nog niet, maar binnen enkele weken misschien wel. Dat denk ik. Maar dat is enkel mijn vermoeden. Welke resistance hebben wij? We hebben vanaf die 13.807 tot die 15.873 hebben we ongeveer, even tellen, 250, 350. We hebben zo'n 500.000 adressen die daar gevestigd zijn, waar die voorbij moet om een gemiddelde van 15.577 aan te tikken. Dus dat is eigenlijk niet veel als je deze twee gaat vergelijken. Die zit aan de 2 miljoen support en deze zit aan de 500.000 resistance. Dus dat is wel interessant om ja, dat toch wel aan doog te houden. Maar die hashrate, ja, wat gaat dat zijn? Ik weet het niet. Er is ook veel outflow van de exchanges. Dus ja, allemaal heel raar op dit moment. Het is afwachten, zoals jullie zeggen. Ik ben ook heel voorzichtig. Wat we ook hier zien, dat is een beetje zoals de hashrate zelf. Als we gaan uitzoomen. Wacht, hè. Ja, dat is onduidelijk. We zien hier toch een kleine daling in het actieve adressen die er dagelijks bij komen. Dus we zien een, de prijs naar boven gaan, zero balances adresses, hè, dus adressen waar eigenlijk geen bitcoins op staan. En nieuwe adressen zien we toch een daling hebben. Wat wil dat zeggen? Dat er minder interesse getoond wordt door newbies. Dus mensen die nieuwe adressen of wallets aanmaken. Dus daar zit wel een, daar is ook een serieuze knak geweest. Heeft dat iets te maken met die Bitcoin hash rate? Dat is nu de grote vraag, wat ik eigenlijk ook nog wel moet uitzoeken. Op lange termijn zie je wel een stijging in de Bitcoin adressen natuurlijk. Maar dat is daar eens normaal gedurende die periode. Hè. Wat heb ik dan nog gezien? Nee, dat is niet belangrijk. Hier zie je ook weer het inflow volume op de exchanges, dat dat toch in een dalende trend zit. Prijs zit in een stijgende trend, maar de inflow op exchanges zit op een dalende trend. En dat is vooral het belangrijkste. Was er deze week ook nog verschenen geweest, wat wel interessant is, is dat de centrale banken voor de eerste keer in 10 jaar goud aan het verkopen zijn. Dus dat is toch een bepaalde bevestiging dat er serieuze financiële druk is in die markten om eigenlijk alles een beetje te compenseren. Dus er is nog nooit in de laatste 10 jaar nog nooit goud verkocht geweest door centrale banken. En nu zien we ze actief verkopen, waardoor die goudprijs ook wel gedaald is. Gaat dat een impact hebben op Bitcoin? Dat is nu ook wel interessant om mee te maken of Bitcoin hierdoor gaat stijgen. Gaan ze van strategie veranderen? Dat is iets wat we de komende weken wel gaan zien, denk ik. Verder, heeft Bart of Stijn nog opmerkingen op mijn bevindingen? Nee, ik denk dat we een beetje in dezelfde richting zitten, rond die 15.500. En van daaruit zien we wel, hè.
Voor de rest, zoals Bart ook zegt, er is nog niet veel volume boven geweest. Op zich is dat gewoon traden in de ijle lucht. En dan is het, wat dat mij dan toch betreft, gewoon puur kijken op technisch gebied tot waar kan Bitcoin naartoe. En dat zijn de enigste houvast, zeg maar. Dus ik zou niet zozeer onzeker zijn, maar ik zou eerder een mindset hebben van ik weet niet wat er gaat komen. Hè. Tot waar kan hem gaan? Hoe hard kan het gaan? Dat weten we niet, want we hebben niet veel data ermee voorhanden naar de bovenkant toe. Dus een beetje wachten en zien wat er gebeurt. En later kunnen we dan nieuwe data gaan printen en van daaruit terug een goede case gaan opbouwen. Hè. Maar in een bullrun en boven all-time high, waar gaat het stoppen? Hè? Ja, voilà. Ik ben vooral benieuwd wat er na de verkiezingen gaat gebeuren. Ik denk dat we dan even toch alles goed in de gaten gaan moeten houden. En de dagen die daarna komen ook. Pas op, het kan heel snel gaan. Hè. Mm-hmm. Zowel naar beneden als naar boven. Hè. Ja. Zullen we zien. Bart, jij nog toevoegingen? Nee, geen toevoegingen. Inderdaad, het kan zeer snel gaan. Het is niet dat je daar op de minuut moet kunnen babysitten, maar op een paar uren tijd kan er toch wel heel veel bepaald worden. Dus wees gewoon voorzichtig, mensen. Dat is het enige wat ik kan zeggen en wil zeggen daarover. Wees voorzichtig als je risico's neemt. Zorg dat je de tijd en de middelen hebt om ze te babysitten. En dat je kan ingrijpen om je schade te beperken als je de verkeerde bewegingen ziet. Wees gewoon voorzichtig in hetgeen dat je doet, algemeen advies. Oké. Dan denk ik dat het nu tijd is om over te gaan naar de TT4U-portfolio. Ik ben ook wel eens benieuwd, Bart, hoe we het gedaan hebben in deze markt. Oh, wel. Boeiend en variant. Ik zal even mijn scherm delen. Ik heb een paar screenshots genomen, zoals gewoonlijk. Zeg even als jullie mijn scherm zien. Ja. Yes. Dus jullie zouden normaal gezien dit wel moeten zien en kunnen bepalen. Oké. Goed, dus de algemene TT4U-portfolio. Per 1 september hebben we een gigantische dump gehad die zich heeft ingezet op alle altcoins. Als we de evolutie bekijken sinds 1 september tot nu, dan is dat redelijk radicaal. Dus wat is er dan ook gebeurd in de TT4U-portfolio? Als je op dit ogenblik de compositie bekijkt, dan zit het grootste deel zonder twijfel in Bitcoin. Oké. Hoe komt dat? Omdat stoplosses zijn uitgevoerd geweest, omdat altcoins geëlimineerd zijn om verdere schade te voorkomen. Dus profit nemen in de coins die reizen en verliezen voorkomen in de andere coins. Nu, dat gezegd zijnde, zijn er toch wel een paar mooie trades geweest. Je ziet hier een recente aankoop van Zcash op een weerstandslevel. Nog geen verkoop. Waarom? Omdat de fluctuatie van het verkooplevel nog niet dusdanig is dat we zouden moeten gaan verkopen. Ofwel een weerstandslevel wat er aankomt, ofwel met een stoploss beneden het volgende supportlevel. Dus dat heeft zich nog niet afgespeeld. Dus dat is een coinje die op dit ogenblik nog in holding zit. En dat zie je dan ook hier aan deze rechterkant hier waar zich dat afspeelt. Oké. Dan als we even kijken naar SXP Swipe, dan hebben we hier inderdaad een paar trades gehad. Sindsdien is die eigenlijk niet meer teruggekomen op een level en zitten we nog steeds te wachten op dit level wat van hieruit moet gaan terugkomen. Hij is daar nog niet, dus we hebben die nog steeds niet terug ingekocht. Was die verkopen op dit ogenblik of op dat level dan een juiste keuze? Als we dat bekijken, als we die op dit level verkocht hebben, was dat een juiste keuze ten opzichte van waar we nu zitten? Ja, ik zou zeggen van wel, want ondertussen zitten we nog maar op een derde meer van de waarde ten opzichte van waar we hem verkocht hebben. Tezos. Tezos hebben we inderdaad een paar mooie bewegingen, potentiële doorbraak, rebound, klaar om verder door te schieten, aangekocht hier op dit niveautje. De doorbraak is er niet gekomen, stoploss uitgevoerd. Op dat ogenblik vroegen mensen ons van, waarom verkoop je die nu? Want we zitten hier toch op een potentiële doorbraak. Wel, ik denk dat dat inderdaad duidelijk is als je dat ziet. Als je kijkt wat hij daar gedaan heeft,
ten opzichte van waar we nu zitten, waar we hem terug ingekocht hebben en waar we hem zelfs met een stoploss terug verkocht hebben ten opzichte van de huidige koers waar we nu zitten, dan denk ik, zelfs al hebben we verlies genomen op die positie, op die laatste positie dat je hier ziet, op deze dan, zelfs al hebben we daar verlies opgenomen, het is duidelijk dat dat wel de juiste beslissing was. Dus traden is zowel, of een portfolio beheren is zowel positief de winst nemen als negatief het risico beperken. En het risico beperken wil soms zeggen verlies nemen en dat ook aanvaarden. Ethereum hebben we uiteraard een van de core coins redelijk mooie profit genomen hier in deze cyclus. Dollar cost averaging, een paar aankopen, zeer mooi in het putje aangekocht hier. En dan met een stoploss verkocht redelijk kort daarna, omdat er een neerwaartse beweging was ingezet, blijkt daar ook weer de juiste keuze geweest te zijn. Bitcoin Cash. Dit is een toch wel mooi voorbeeld, waarbij we enerzijds zien dat er een aankoop geweest is op een level. En dat level is hoger dan het verkooplevel. Maar er is een tweede aankoop geweest, een dollar cost averaging aankoop. Met andere woorden, om de gemiddelde aankoopprijs te verlagen. En een derde aankoop die zelfs groter was dan de eerste twee aankopen samen. Om zo de gemiddelde aankoopprijs naar beneden te trekken. En dan die coin op de eerstvolgende spike daar zo weer terug verkocht te hebben. Om in de totaliteit op die trade toch nog winst gemaakt te hebben. Ook al hebben we twee aankopen gehad die eigenlijk op min of meer een verlieslatend level zaten. Het is de compensatie van die dollar cost averaging aankoop, die derde die we hier gedaan hebben. En dan de verkoop op het juiste ogenblik op die spike, die er toch voor gezorgd hebben dat dit overal een winstgevende trade geweest is. Dus op dat vlak toch niet te versmaden. Ethereum hadden we al gehad. Cardano, want ik zie de vraag regelmatig terugkomen. Ja, we hebben inderdaad een paar trades gedaan op Cardano, een paar mooie trades. Een paar dollar cost averaging aankopen met verkoop. Een stop loss uitgevoerd gehad. Klein aankoopje, stop loss uitgevoerd. Maar die zit momenteel in een neerwaartse trend en nog niet terug op zijn support level waar we hem zouden verwachten binnenkort. En dan zijn we dit level plus minus. Dus we wachten nog altijd rustig af op die potentieel terug in te komen. Zoals we dikwijls zeggen in portfoliobeheer, let the game come to you. Zet vooraf je desired purchase levels. Als die niet gehaald worden, tant pis. Er komt wel een andere opportuniteit, een andere die dan gewoonlijk ook nog beter is. Dus no rush. Soms is het goed en terecht om tijdelijk verlies te nemen, om nadien veel winst te kunnen nemen. Dat mag mensen niet doen panikeren. We moeten daar inderdaad ook in ons portfoliootje geduldig in zijn. En dan hebben we als laatste die ik hier nog even wil laten zien, EOS. We hebben hier een gelijkaardig patroon waarbij we drie aankopen gehad hebben op EOS. 1, 2, 3. Dus we hadden hier een aankoop en een verkoop met winst. Waarom hier toch verkocht? Omdat hij hier eventjes een dip heeft genomen en niet zeker was dat er een doorbraak kwam. Dus aankoop, verkoop, never regret taking profits. Het is beter met winst te verkopen. En geen extra winst genomen te hebben dan hier een neerwaartse trend gehad te hebben. Aankopen. Op de punt hier mooi verkocht. Twee aankopen hier weer op de punt mooi verkocht. En nog altijd in afwachting om op het juiste niveau terug te kopen. Dus overal zitten we met een evolutie die zeker positief is. Je ziet hier ook de curve op logaritmische schaal. Een mooie positieve evolutie naar de voorbije weken, van begin september tot nu. Terwijl de altcoins eigenlijk serieus leeggetrokken zijn, gaat ons portfoliootje in de totaliteit toch mooi naar boven. Dat was hem, Tim. Oké, bedankt, Bart. Zijn er nog mensen die bepaalde altcoins geanalyseerd willen zien? Ik zelf wil Neo ook wel eens geanalyseerd zien, Bart en Stijn. Want die heeft toch ook een serieuze duik gemaakt. En op welke pair?
Gewoon Deo ten opzichte van BTC zit bijna op het aankooplevel. Nog net niet. Ah, oké. Okay. Nog een beetje geduld, nog een percentje of 5 naar beneden. Ja, die is wel hard naar beneden. Amai. Ja, maar ja, sorry, maar de meeste altcoins... We hebben deze week nog iemand aan de deur gehad die de meeste altcoins had ingekocht gedurende augustus en naar eind augustus toe. En ondertussen verliezen geleden heeft van 80% tot 90% in de totaliteit van zijn portfolio. Ja, je kan niet voorzichtig genoeg zijn. September en oktober zijn voor de altcoins in het algemeen één grote ramp geweest. Ja, okay? Voilà. Je moet daar eerlijk in zijn. Je mag dat niet negeren. Dus ik ben blij dat we op het gebied van portfoliobeheer dat redelijk goed onder controle hebben kunnen houden en dat die verliezen beperkt geweest zijn. Maar je hebt daar periodes dat je verlies neemt waar je niet buiten kan. Nee, op BTC, wat heb ik hier staan? 1073 misschien. Zitten we nu pal op. Als we die vasthouden, weerstand 1209 tot 1600. Verliezen we hier op daily, dan is het richting 865 en eventueel het equilibrium 965. Dus het is wat afwachten hier, Tim. Voor Neo, ik veronderstel, we hebben hier wel een bearish order blok. Dat we potentieel wel van hieruit support kunnen gaan bouwen, maar misschien inderdaad nog een dag of twee, drie wachten om te zien hoe dat de candles zich vormen. Krijgen we bullish prijsactie te zien of krijgen we toch een eerste support te zien? Dan is het niet slecht om in te schalen. Wel, Stijn, neem een keer de Bollingerband erbij. Dan ga je direct zien wat er gaande is op Neo. En neem de Exponential Moving Averages erbij, alsjeblieft. Voilà. Kijk, ik heb raar of zelden nog maar een coin gezien die op daily zo mooi de onderkant van zijn Bollingerband naar beneden aan het rijden is. dus telkens als hij er buiten gaat en hij wikt er buiten, wordt hij er mooi terug binnengeduwd. Dit is echt een slope down. Dus op dit ogenblik is dat echt wachten op een potentiële rebound. Want de minste rebound gaat eigenlijk terug gaan automatisch op daily level naar de 20 dagen exponential moving average, wat in Stijn zijn grafieken de rode curve is. Ja. Hier op zone 1300. Je zit daar met een target die toch wel significant is. Dus je zit met een upwards target. Hoeveel is het daar, Stijn, met de eventjes? Ja. 25 ongeveer. Ah, voilà. Hey, 25% is een mooie trade. En zelfs dan zit je nog altijd in de neerwaartse trend. Want dan ben je nog niet terug boven de 100 of en de 200 dagen exponential moving average. Neo op dit ogenblik wordt redelijk massaal ingekocht, omdat je Neo nodig hebt om een aantal andere tokens te kunnen mee verwerven. Je zit daar toch wel met een patroontje, maar het patroon van de laatste dagen ligt niet. En het is echt wel redelijk stijl, bergafwaarts. Komende van 1425 naar 1082, waar we nu staan, is toch redelijk indrukwekkend, vind ik. Heeft juist een support vasthouden op monthly. Het heeft geen haar gescheeld. Ja. Het bullish order blok. Ja, maar je krijgt hier ook het bounce effect staan. En we weten wat er gebeurt als je daar doorgaat. Ja, ja, dan is het hem verloren. Hè? Dan is het stijl naar beneden. All time low. Dus ofwel is het van dit punt naar boven, ofwel is het van dit punt naar beneden. Eén van de twee zal het zijn. Als je moest beslissen om Neo in te slaan, het is exact geleden van 22 oktober dat hij ooit nog een positieve daily candle heeft gehad. En zelfs dan is het eigenlijk maar een horizontale move geweest op die 200 dagen moving average of exponential moving average line. Dus dat is toch wel zeer frappant. En sindsdien is het gewoon stijl naar beneden. Dus van 22 oktober tot nu, dat is een dikke week, stijl naar beneden, is toch wel met de nodige bedenkingen, zou ik zeggen. Ja, zo zelfs gaan denken. Als je bereid bent om een risico te nemen, scherpe stop los erop, neem een positie. Als je graag naar het casino gaat, moet je dat maar doen, vind ik dan. Ja, je zit letterlijk op zijn line in de sand nu momenteel. Daaronder gaan closen en dan spreek ik hier eigenlijk over 900 sats, 1000 sats op daily timeframe. Dan denk ik dat all-time low is inderdaad. Dus geen idee als het project eigenlijk überhaupt nog bestaat.
Wat bleef, sorry? Geen idee als het project überhaupt nog bestaat. Ja, absoluut. En Neo wordt zelfs gebruikt als backbone voor andere tokens. En is op dit ogenblik zelfs voor een aantal tokens een requirement om in de Neo de seed te doen, om die te kunnen bekomen. Dus Neo is nog altijd alive and kicking, absoluut. Ik krijg hier een paar vragen binnen. Bidao-project, ja, ik ken dat. Kunt je een beetje vergelijken met Tai van Maker? Maar ik ben daar niet zo'n fan van, mede omdat die ook in de DeFi-sector opereert. Die DeFi is op dit moment een grote hype geweest, die nu toch zwaar aan het afzwakken is. Maar ook wel zien op de markt. Bidao zit op de Binance-chain, dus zit niet op Ethereum of zo. Maar ik denk dat er weinig coins zijn op dit moment waar ik nu naar kijk buiten Ethereum en Bitcoin. Dat is gewoon zo. Dus dat is wel iets... dat is mijn mening. Hè. Dan Ethereum 2.0, wanneer komt dat? Dat zou eigenlijk midden november ongeveer gelanceerd moeten worden. Ik hou dat ook in de oog, maar ik denk eerder dat het begin december zal zijn. Omdat er toch wel een paar vertragingen zijn. Opgelopen. Ze willen beweren dat het toch voor november zal zijn, maar midden november, maar ik denk eerder eind november, begin december. Mm-hmm. Ik zie nog een vraag staan, Tim, over Blockchain Valley. Ik weet niet of je daar kennis over hebt. Ja, Blockchain Valley ken ik ook. Dat is een soort van MLM-systeem waar je percentages op kunt verdienen. Nu, Didi zit erin. Didi kent iedereen. En wat is de bedoeling van Blockchain Valley? Dat eigenlijk alles blockchain gebaseerd is. Alles wat binnen dat dorp gebeurt, zal op een blockchain draaien. Ze zijn eigenlijk in Bulgarije, dacht ik dat is. Ja. Een volledig dorp aan het maken met zoveel, ik weet niet hoeveel hectare, waar ze eigenlijk mensen willen laten wonen. Ik heb het gezien, het project. Ze hebben mij uitgenodigd een maand terug. Mm-hmm. Ik kreeg er kiekenvel van, maar in de negatieve zin. Mm-hmm. Ze mikken vooral op vernieuwing en de toekomstige smart cities, zeg maar. Mm-hmm. Ze hadden ook hun eigen technologie gaan ontwikkelen, waarin dat ik toen meteen de vraag stelde van waarom werkte dan niet gewoon samen met de grotere projecten die al lang bezig zijn met artificial intelligence. Ja, maar we kunnen dat sneller en beter, maar als je dan team ziet, dan lijkt het mij niet oké. Ze bedelen bijna achter uw geld en er is een Belgisch architect ook daar bezig. De woningen die daar geplant worden zijn allemaal van die pastorij woningen, zoals dat we ze hier kennen. Op zich niks mis met de pastorijstijl, maar ik denk niet dat dat echt past bij vernieuwing in het huis van de toekomst. Het hangt niet te samen, had ik het gevoel. Dus ik had er geen goed gevoel bij. Pas er mee op, doe wat je wil natuurlijk, maar er zijn toch een paar dingen die in mijn ogen niet kloppen. Ik weet niet of je hetzelfde gevoel had, Tim. Ik ga er niet in investeren, alleszins. Iets dat... Ik heb de ervaring, iets wat gekoppeld is aan MLM, gaat vroeg of laat fout. Mm-hmm. Is gewoon zo. En er zijn al genoeg gerelateerde projecten die daar slechte... moet ik zeggen? Als je over MLM spreekt in crypto, dat is voor mij al niet goed. Ik heb daar te veel slechte ervaring mee. Ik krijg wekelijks meldingen van mensen die opgelicht zijn. En 9 van de 10 zit er wel iets van MLM tussen. Dus ik denk zoals de meesten hier ook toch wel een paar keren al wat centen verloren. En je zegt van ja, het verhaal klinkt mooi. Je gooit er een beetje geld in. En je zegt, het wordt misschien wat. En ik heb het ook al een aantal keren meegemaakt. En elke keer op keer. Al wat MLM is en crypto, die twee combinaties samen. Totelijk. Ik blijf er ver van weg. Ik heb er zelf ook al wel wat centen in verloren. Ik ben nu veel wijzer dan vroeger, zeg ik dan altijd. Dus ik ga het niet meer doen. Okay. Mm-hmm. We krijgen hier ook nog de vraag terug van Link en Vet. Link is een interessante om er zeker even bij te nemen, denk ik, Stijn. Ja. Als we bij Link gaan kijken naar de Ascending Support Line die gestart is op 27 juli, dan zitten we echt mooi op die lijn te slepen. Dus toch wel een interessante observatie die voor een aantal mensen misschien leuk kan zijn om mee te nemen.
Hadden we die ook niet 2 weken terug gechart? Bij mij weten we hadden toen een channeltje ook getekend. Ik zie dat we nu net weer op die support ook zitten van die channel. Hier kun je uw meest ideale entry doen. En buy support, sell resistance, stop losje eronder. En de trade potentieel, of de range tenminste, gaan traden, zeg maar. Ik zie ook een break van de downtrend, dus ik verwacht wel wat positieve prijsactie op LinkBTC. Ja, je ziet daar inderdaad de reversal die zich vormt. Volledig akkoord. Ja. Maar is dit de macro-reversal? Dat gaan we zien. Hè? Ja. Dus vorige week hebben we gezegd, link afblijven, gaat naar beneden. Ik denk dat je duidelijk ziet dat er naar beneden gegaan is. Nu zeggen we link misschien op een reversal point. Even uit de kat uit de boom te kijken. Wat je doet, het is een potentieel interessant aankooplevelje met een scherpe stoploss. En dan de stoploss gewoon bij aanpassen naar gelang de evoluties. En dan heb je beperkt risico voor toch wel een potentiële mooie reward die daar zit aan te komen van een dikke 12-15%. Ja, tot zelfs 25 als je puur de range als je inderdaad stretcht wel. En dan heb je hier het equilibrium inderdaad 12. Ja. Het kan. Je zit op zich zit op support. Dus het is altijd goed om lager in te kopen. Absoluut. Ik zal eens kijken wat de on-chain data zegt op Link. Dat zou misschien goed zijn, Tim, om die er nu ook even bij te pakken. Ja. Oké, wacht. Wat? Ik denk dat Tim iets anders op zijn scherm had staan dan moet je op te laten zien. Nee, ik zie dat er hier eigenlijk vrij grote resistance cirkels toch zitten. Nu zie je eigenlijk het verschil met Bitcoin en Link nu. Link heeft een heel grote resistance tegemoet gaan, maar zit ook wel op een grote support. Dus gaat die sideways treden? Dat is nu de vraag. Gaat die nog even naar rechts gaan? Voordat hij een beslissing gaat maken of die naar onder of naar boven gaat gaan. De support is groter dan de resistance. Hè? De eerste resistance die hij zal tegenkomen. De eerste resistance zit rond een gemiddelde van $11,4. Zien jullie dat ook? Of zit ik daar? Wij zaten daarnet wel op LinkBTC. De UCT pair bijnemen. De support zou op een gemiddelde prijs van $11... zeer sterk zijn, die dan ook opgevolgd wordt door een support van 10,7 plus minus. Maar anders moet je even de charts erbij nemen van Link ten opzichte van USDT, Stijn. Want als we die erbij nemen, ik open ze hier ook eventjes, dan zie je inderdaad toch wel een mooie parallel rising channel ontstaan die dat je op Bitcoin niet ziet. Dus op USDT pair is het beeld anders dan op Bitcoin pair. Ik ben best wel bullish. Op USDT pair is die bullish as hell. Ja, hè? Ja, absoluut. Dat wil niet zeggen, omdat er grote weerstand zit hier in de adressen, dat die daar niet gaat doorbreken. Want je ziet hier dat er wel een groter support is dan weerstand. Er zit niet veel verschil op. Maar in het verleden is ook al gebleken dat die daar gewoon los kan doorgaan. Hè? Dus, Tim, wat heb je gestaan van support? Ik heb hier 10,32 ongeveer. 10,43 zit ik hier. Ja, en dan de volgende zit op 11,06. Wat we eigenlijk nu net... ja, echt. Ik zit hier ook op 11,06. Ja. En dan weer, met een belangrijk level op $10,2588 op Link, want dat is eigenlijk de midpoint tussen de onderkant van de Bollinger Band en de 100 dagen exponential moving average op daily basis. Dat is echt wel, maar zelfs dat is een higher low, terwijl we eigenlijk nu al een doji vorming hebben op 11,24 op de huidige curve. Wat een higher low is ten opzichte van de vorige low, die zelfs bijna 10% hoger ligt dan de vorige low. Op USDT pair, bullish as hell, absoluut. Op dit moment zitten er zo'n 750 link
die gedurende drie jaar eigenlijk worden vastgehouden. Dus er zit wel een sterke community achter die echt wel geloven in Link en vooral hodlers zijn. Je ziet dat ook, dat die een stijgende lijn zit, wat wel interessant is. Traders zitten een dalende lijn, uiteraard. Hier is dan even die boom geweest. Ziet je ook in augustus, waar die mooi naar boven is gestoten. En dat is nu wel afgenomen. Dus, nog $20 op dat ogenblik zelfs. Hè? Ja, absoluut. Dus dat is wat ik zie. En het komt wel overeen als we het zo bekijken, ja. Ik krijg hier de vraag, band is deze week met 23% gedaald. Wordt band nog iets? Ja, persoonlijk denk ik dat dat een heel goed project is, dat Chainlink zeker kan evenaren. Ik weet niet wat de shorts zeggen, Stijn. Kan er een rebound zijn of niet, volgens u? Op BTC-pair of USDT natuurlijk. Hè? Dat is altijd dezelfde vraag. Als ik puur kijk op... Laat ons BTC-pair nemen. Want als daar geen rebound op verwacht wordt, kan je beter je geld gewoon in Bitcoin laten steken. Hè? Tuurlijk. Ik zou echt op dit moment... Wat ik nu zie is, als we vandaag... Als we nu niet meer closen, als we hier niet meer raken op 34.804, dan gaan we nog een stuk lager. Kun je short even delen, Stijn? Wij zien voor band volgende buy level op 23.010. Toch nog wel een heel pak lager dan waar we nu zitten, hoor. Deze is hier nog interessant als tussenstation, dus die mogen we niet overslaan. En dan spreken we op 28.390 ongeveer, en dan inderdaad 23.180. En dan hier in de retest van die bearish order blok tot zelfs 17.900. Maar je weet nooit, stel het dan vanavond nog terug hierboven closed, dan verwacht ik wel dat we van hier terug naar boven gaan traden, omdat we ook niet boven het equilibrium van deze trading range zitten. Sluiten we hier eronder, dan is een target sowieso 23.185. Mijn potentiële early bounce op 28.300 en een klets. Maar zoals dat er nu uitziet, inderdaad nog een stukje naar beneden toe. Ja. Ja, wij zitten met een buy range van 23.010 tot 26.84. Ja. Okay. Dus waar onze buy range zit voor band. Mm-hmm. Oké. Okay. En vet krijgen we hier ook de vraag binnen. Bart, wat ziet jij op vet? Oh, ja, ik heb niet veel vet niet meer, want ik ben op keto-dieet. En ik ben 17 kilo afgevallen. Oh ja, Bart, amai. Ja. Amai, oh ja. Ik moet zeggen, ik voel me ook veel fitter en veel energieker dan vroeger. Ja, nog meer energie dan vroeger. Dat is niet goed, hè. Mijn vrouw zegt, nog meer in de wereld kan dit niet meer aan. Vet zit voor mij op zijn eerste support, zodat hem kan gaan testen. Maar je moet vasthouden. Het volume zit wel laag, hè, Stijn? Ja, maar dat is op zich niet slecht. Prijsactie naar beneden met laag volume is meestal zoekend naar support en is eigenlijk een bullish teken. Mm-hmm. We hebben nog geen support gemaakt, dan wel niet. Maar op zich bullish prijsactie. Op zoekende naar de support, in deze hebben we hier verloren. Trading ranges heb ik niet staan op VET, die vooruit chart. Nou, wij wel. Volgende buy level staat op 66 satoshis. Hij is ver beneden de 200 gevalt. Dus eigenlijk is dat een coin waar wij afblijven. Zeker aangezien hij het level van de 84 niet gerespecteerd heeft. Wat een weekly support level was. Hij is daar los doorgevallen. Zit nu op 75. Volgende buy level zit op 66. Dus is het nu zowat op equilibrium. Wel een mooie rebound op het equilibrium van ongeveer 4%. Maar op dit ogenblik is vet voor ons. Bestaande positie, geliquideerd, moonback nog aanhouden. Moonback wil zeggen, als je een positie hebt en je koopt er 100 van in, dan verkoop je er 80 met een profit of met een stop los. En 20 hou je bij aan de kant als een moonback. Kijk je niet naar, en als die naar de maan gaat, dan liquideer je die op het gepaste ogenblik. Dus de moonback hebben we nog en de rest is geliquideerd. Oké, super. Hetzelfde regionen, inderdaad. Ik geef hem hier nog een kans. Als hij hem kan closen boven 73, geef ik hem nog een kans. Eerste target 80.
Verliezen we de 73 inderdaad, knal op die 66. En dan is het ja, voor ons is het 66 en dat is make or break. Het volgende level is 57. Ja. En beneden de 57 is de capitulatie tot en met. Ja, absoluut. Vet is geen vette. Nee. Nochtans, op zich is het wel een mooi project. Want vergeet niet dat hij in juli nog een high gehad heeft van, wat is het hier, net onder de 240. Ja, de 237, zoiets. Dus ja, die is wel eventjes gedeeld door 6 gegaan op die korte tijd. Maar op zich, het project zelf is zeker niet slecht. Maar zoals zoveel, gaat hij overleven of niet, dat is nog de vraag. Alsof er zijn op zich wel veel use cases voor VeChain waar die mee samenwerken, zoals ziekenhuizen en zo, nu met die COVID-bestrijding. Dus ik denk wel, fundamenteel staat VET wel, behoort VET tot een van de sterkste projecten in mijn opinie. Ja. Dus ja, we zullen zien. Hè. We zullen maar de evolutie sinds, wat is het hier om exact te zijn, de evolutie sinds 8 juli van dit jaar zegt eigenlijk het tegenovergestelde wat ons betreft op portfolio. Ja, tuurlijk, absoluut. Gaat het weerspiegeld worden op de prijsactie? Dat is de vraag. Hè? Ja. Het kan fundamenteel zeer sterk zijn, maar dat het eigenlijk geen impact heeft op de token zelf. Hè? Ja. Dan... Ik zie er nog een vraag komen voor Mana. Vet op Motley, wel op support. Dus 71 is daar de support. Daar vast al boven 71 is voor belangrijk, mij belangrijk, hè? Foolish. 71. Ja. Alles dat eronder close op daily is gedaan. Maar heeft op Motley heeft hem wel heel netjes net boven die support geclosed, wat dan eigenlijk moest doen om zeker niet verder bijbus te gaan. Dus line in the sand, vet 71. Ja. Ik zie hier nog de vraag verschijnen voor Mana. Mana zit voor ons op dit ogenblik op equilibrium op monthly zowel als daily level. Schitterende coin om op te scalpen op dit ogenblik. scalping fluctuaties 2-3% op en neer, like crazy. Dus voor ons op dit ogenblik qua scalping, zelfs ondanks de neerwaartse trend, sinds ook ongeveer begin oktober tot nu. Dus gedurende oktober in waarde absoluut wel significant gedaald, bijna 50%. Maar qua scalping, absoluut topper met zeer, zeer mooie profits. Increasing the back in het naar beneden gaan. Zit nu zowat terug op support level van de breakout die hij gehad heeft begin augustus. Lowest buy level wat wij hebben staan, staat op 3,77. Oké. Ten opzichte van de huidige koers van 4,64. Dus met verschillende aankoopladders naar beneden. En laat maar komen, zakje vullen en nadien de profits nemen. Ja, hetzelfde verhaal. Kan nog een stukje naar beneden. Ik ken bijna mijn charts te kijken, niet op die van jou natuurlijk. Nee, eerste support 440 zat. Op een weekly timeframe, dus volgende week zo closen. Touch op 440 verwacht ik toch wel een bounce. Hoe ver of hoe hard dat dan is, dat is een andere vraag, maar ik verwacht wel een bounce. 440. En dan kijk ik meteen naar 392 sat. Om support te vinden, was zie ik in het algemeen prijsactie? Even zien. Macro, bearish. Messel wel bullish, dus dat is op zich wel positief. Higher high ten opzichte van hier. De lows blijven momenteel gevrijwaard. Higher lows. Dit moeten we hier vaststellen om op Messel bullish te blijven. Dus rond die zone 440 sats tot en met start van uptrend hier 390 sats. Moeten we vasthouden om die bullish posture vast te houden, zeg maar. We zijn bijna op het moment van de waarheid. Kunnen we hier vasthouden? Maken van een higher low. Maar het valt af te wachten. 440 lijkt mij de meest plausibele of de meest agressieve bullische entry. En dan is het maar afwachten. Gaan we die 390 sats ongeveer vasthouden. En op daily... We hebben drie belangrijke levels staan voor Mana. Dat is 377, 311 en 290. Ja.
Dat is wel redelijk laag, hoor. De bounce back, V-pattern bounce back levels, make or break, dat zijn de drie levels die wij in het oog houden voor mannen. Ja, oké. Okay. 369 4 PVR heeft ook deze naam. 369, start van het trend. Ja. 396. Line in the sand ook. Oké, okay, goed. Dan denk ik dat we... rond zijn, heren. Denk het wel. Ik weet niet of er nog vragen zijn in de chat. Wel, op de vraag hier, ik wil wel stappen, maar ik weet niet in wat. Mijn antwoord is simpel. There's no such thing as a missed opportunity. It just moves on to the next person that's ready for it. Doe geen overhaaste aankopen. Elke dag komen er nieuwe opportuniteiten. Als je twijfelt, is het antwoord, doe het niet. Mm-hmm. Doe je analyse grondig, neem de tijd en bepaal je levels en laat de koers naar jouw levels komen. En handel pas dan, want anders ga je er naar dienstbijt van doen. Ja, weet je, belangrijk in deze wereld voor de mensen die nieuw zijn, bevraag je goed. Doe goede research. Iedere keer jezelf. Als je begeleid wilt worden, zijn er altijd mogelijkheden om begeleiding te zoeken, natuurlijk. Maar het is heel belangrijk dat je eerst toch de grondbeginselen leert voordat je weet... Educatie, wat... ja. Het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Het is op dit moment, mijn bevindingen, ik blijf mooi in Bitcoin en Ethereum. Allee, waarom Ethereum? Ja, omdat die fundamenteel ook heel sterk is. Die heeft een grote use case. Bitcoin is gewoon de nummer één cryptocurrency van de markt. En dat is waar ze nu alle ogen op gericht hebben. En ik neem op dit moment geen risico's. Ofwel gaat je volledig in een stablecoin of dollar, ofwel blijf je in een van die twee grote market cap coins. Dus dat is mijn visie. Als je zegt, Tim, in het portfolio dat wij voor jou beheren, zitten er drie en geen twee, hè? Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar bij u is het anders, Bart. Oké. Het is uw dagelijkse kost, hè. Dus helemaal een ander perspectief, natuurlijk. Goed. Oké, dan kunnen we voorzichtig afronden, denk ik, hè. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik ben alleszins weer blij om te zien dat er toch weer 30 man aan is. Misschien nog even pre-announcement voor de special guest van volgende week, Tim. Yes. Bart heeft connecties, uiteraard. Mits dat hij een vrij groot fondsmanagementbedrijf heeft, heeft hij connecties gelegd met de verantwoordelijke van Diginex, die volgende week ook zijn visie gaat delen met ons. Dat is het eerste Nasdaq-geliste bedrijf in die sector. Dus dat is wel een vrij grote speler in de cryptomarkt. Dus ik hoop dat er massaal veel volk zal zijn, want het gaat heel interessant worden. Dus volgende week hebben we een van de vice presidents van Diginex, die rustig... of gerust een half uurtje zijn visie over de cryptowereld wil komen verkondigen. Even kort toelichten, waarom hebben zij als cryptobedrijf een beursgang gedaan? Want zij focussen puur op institutionele beleggers als fonds, en toch hebben zij als fonds een beursgang gedaan. Omdat ze niet alleen een fonds hebben, maar ook een exchange en nog een aantal verschillende andere activiteiten, ook OTC-activiteiten, escrow services enzovoorts. Dus waarom hebben zij als cryptobedrijf een beursgang gedaan op de Nasdaq-beurs? Dus een van de VP's komt dat graag toelichten. De week daarna hebben we nog een andere special guest die er straks heeft toegezegd. En dat is de CEO van Cryptan. Ook weer een cryptocurrency exchange, maar een cryptocurrency exchange die ook een creditcard uitbrengen, waarbij de exchange direct gekoppeld is aan de crypto wallets en dat gebeurt op het ogenblik van de uitgave. Dus het is geen preload kaart. Zoals Mastercard en Visa doen enzovoort. Maar werkelijk, live exchange op de market rates, op het ogenblik van de uitgaven, dat je beslist om de kaart te gebruiken om iets aan te kopen met je crypto wallets. Dus die is voor de week nadien. Redelijk revolutionair tegenover de Revoluts van deze wereld. Revolut is wel degelijk een prepaid kaart. Dat is het niet, want dan moet ik op voorhand verkopen en dan beslis ik niet wanneer dat ik het uitgeef.
Dus de CEO van Krypton gaat ons de week daarna vervoegen. En dan volgende week hebben we een van de vice presidents van Diginex. Oké, super, Bart. Heel interessant. Ik zal me licht ook nog wel eens opsteken voor een special guest. Voor het toch interessant te houden, natuurlijk. Hè. Goed, dan gaan we hier afsluiten. Hè. Tot de volgende. En als er vragen zijn, je weet ons te vinden. Ja, okay. Tot de groep. En stay safe.